En dan heb je eigenlijk één weekje waarin het gewoon eventjes normaal is. Waarin je weer eventjes bij kan komen. En dan doe je alles weer opnieuw. Dan ben je dingen aan het eten en je voelt je gewoon helemaal kut. En je begrijpt maar niet waardoor het komt. En dan één dag voor je ongesteld wordt, besef je ineens van... Wait a minute. Gewoon dat ze ook een hele bak ijs en een zak chips heeft gekocht. Mannen die voor vrouwen gaan bepalen hoe vies hun ongesteldheid wel niet is. Nee, dus mocht je dit hebben, don't you worry. Het is heel normaal, maar holy fuck, het kan pijn doen. Je moet dus niet boos worden op jezelf wanneer je ineens een heel stuk dikker bent. Hoi hoi, Lise hier. En wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Ik denk dat we allemaal wel bekend zijn met de app TikTok. Op TikTok zijn heel veel verschillende filmpjes te vinden over allerlei onderwerpen. Al die filmpjes kunnen worden opgedeeld in verschillende categorieën. Zo heb je bijvoorbeeld sterrenbeelden, wonden die genezen, conspiracy theories, echt de gekste dingen die je maar kunt bedenken. Daarom dacht ik, er zullen vast ook een hele hoop TikToks gemaakt zijn over ongesteld zijn. Daarom wil ik in de video van vandaag eens eventjes gaan kijken naar bepaalde TikToks die gaan over ongesteld zijn. Misschien zijn het zo herkenbare situaties, misschien kunnen we iets nieuws leren. Ik ben heel benieuwd wat we vandaag allemaal gaan vinden. Ik heb TikTok trouwens gisteren eigenlijk verwijderd omdat het me gewoon te veel tijd kostte. Dus ik heb hem speciaal voor deze video weer eventjes gedownload. Ik ben daarom ook heel erg benieuwd, wat is jouw schermtijd? Laat mij dat zeker onder eventjes weten. Die van mij was ongeveer 8 uur en dat vond ik dus best wel schokkend om te zien. Daarom heb ik er een aantal apps afgegooid. Goed, voor we deze video beginnen wil ik jij natuurlijk nog eventjes vragen om je te abonneren als je dat niet gedaan hebt. En dan gaan wij beginnen met de allereerste TikTok. Oké, we gaan hier eventjes naar zoeken en dan tik ik hier in... period. En ik ga gewoon bij top video's kijken. We kijken even hoe ver we komen. All aboard! Ja, oké. Deze is absoluut waar. Je ongesteldheid duurt wel 1 week. Dus de tijd dat je echt ongesteld bent, dat je aan het bloeden bent. Maar je menstruatiecyclus, zeg maar alles wat met je hormonen en met je ongesteldheid te maken heeft, dat duurt gewoon zo'n 3 à 4 weken. Het is namelijk zo dat voor je ongesteld wordt, er een hele hoop gebeurt in je lichaam. En nadat je ongesteld wordt, gebeurt er weer een hele hoop in je lichaam. Welcome to being a woman. Zoals ze hier dus heel goed uitlegt, in de week voor je ongesteld bent, heb je eigenlijk geen idee wat de fuck er allemaal gebeurt. Ik ben heel emotioneel. Dan ben je dus ongesteld waarin je gewoon heel veel eet. Je hebt last van buikkrampen. Je bent heel chagrijnig. En de week erna, dat is dus rond je ovulatietijd. Wanneer je dus op je meest sexy en dus ook je meest horny bent. Ja, dat is ook gewoon zo. En dan heb je eigenlijk 1 weekje waarin het gewoon eventjes normaal is. Waarin je weer eventjes bij kan komen. En dan doe je alles weer opnieuw. Ja. Have you guys heard of pinky gloves? Nee. Apparently these two dudes think periods and tampons are so disgusting that they invented these pink gloves that they are marketing to women to put on when they have to change their tampon or pad. Honestly, what? Instead of spending so much time worrying about women's hygiene, maybe they should invent some blue gloves so they don't have to use their sock anymore. Okay, what the hell? Mannen die voor vrouwen gaan bepalen hoe vies hun ongesteldheid wel niet is. Nee, fuck the fuck off. I hope I don't post this. Anyway, this is for the ladies. If you're a man and you say something dumb in the comments, suck a pee-pee. Anyway, do you guys forget that you get your period every month? Because I forget every time. As if I haven't had it for 7 years and I just got done. Dat is ook echt zo waar. Je vergeet gewoon heel vaak dat je ongesteld moet worden. En dan ben je gewoon, dan ben je dingen aan het eten en je voelt je gewoon helemaal kut en je begrijpt maar niet waardoor het komt. En dan één dag voor je ongesteld wordt, besef je ineens van, wait a minute. Oh, dat is zo vervelend. Crying about how I forget that I get it. Oh. Dit is gewoon echt hoe je je kan voelen. Gewoon zo met je schouders en gewoon niks willen. Stop this madness. What do you want from me? What do you want? Please! Ik wist dat hier een TikTok over gemaakt moest worden. Dit is iets waar ik niemand over hoor praten. Maar er bestaat dus zoiets als ass cramps. ja, wanneer je ongesteld bent, dan komt het gewoon heel vaak voor dat je dus ook krampen krijgt in je gedeelte van achter. En dit komt namelijk omdat alles gewoon aan het samentrekken is. Doordat je hormonen dus hoger en lager gaan en je baarmoeder die ervoor zorgt dat alles samentrekt en dus je slijmvlies naar buiten zet, gebeurt er ook een hele hoop van achter.
En ik ben heel blij dat hier nu TikToks over gemaakt worden. Want ik dacht echt van, dat is misschien niet helemaal goed. Dus ik heb het laatst opgezocht. Maar ja, meer mensen hebben dit dus. Dus mocht je dit hebben, don't you worry. Het is heel normaal. Maar holy fuck, het kan pijn doen. Het is heel goed dat hier een TikTok over wordt gemaakt, want dit is ook zeker waar. Dit heet bloating en bloating is heel normaal. Je lichaam verandert gewoon heel veel. En dat is gewoon heel erg goed, want dat betekent dat je ongesteldheid gewoon normaal is en dat alles goed werkt. Maar je moet dus niet boos worden op jezelf wanneer je ineens een heel stuk dikker bent. Dit hoort gewoon bij je ongesteldheid. Ga dus niet in één keer heel weinig eten of juist heel veel eten. Zorg gewoon dat je gezond eet en help je baarmoeder bij het verzachten van de pijn. Door gewoon gezond te eten, veel water te drinken en genoeg te sporten. Zoals hier dus ook staat, try to be kind to your body, it's doing amazing things. Dat is zeker waar. Als je erover nadenkt wat je ongesteldheid allemaal doet en waarvoor het is, kan het echt wel iets heel moois zijn. Ik heb het zelf trouwens ook al erg. Ik heb dit laatst ook laten zien in een video. Dit zijn mijn borsten voor ik ongesteld word. En dit zijn mijn borsten tijdens dat ik ongesteld ben. Ik vind bloating zelf nooit zo erg, want ik ben best wel skinny. Dus wanneer ik een beetje dikker word, dan vind ik dat helemaal prima. Ineens pas ik dan heel veel broeken die ik normaal eigenlijk half pas. Maar goed, dit hoort er dus ook bij wanneer je ongesteld bent. En ik vind het heel goed dat ze hier een TikTok over heeft gemaakt. Babe, are you awake? Okay. While we were sleeping, you pushed my leg off of you and I was wondering if you still love me. If this ain't me. Oh mijn god. Ja, ik heb dat ook heel erg. Ik ben echt mega clingy wanneer ik ongesteld moet worden. Ik moet echt alle aandacht van mijn vriend hebben. Nee, zo erg is het ook weer niet. Maar ik merk wel gewoon dat ik gewoon heel veel liefde nodig heb op dat moment. Ja, oké. Okay. Deze is ook echt heel erg waar. Wanneer ik ongesteld ben, doe ik ook gewoon echt heel weinig. Ik heb nergens zin in. Fuck alles. Ik wil in mijn bed blijven liggen met inderdaad gewoon Netflix aan. Maar de dag dat je klaar bent, dat je dat beseft. Oh, het is echt, er valt zo'n last van je schouders af. En je bent gewoon een compleet nieuw persoon. Zoals ik ook al zei, ik ben nu echt letterlijk een andere persoon dan de persoon die hier vorige week zat. Ik ben veel socialer, veel gezelliger. En vorige week was ik echt gewoon dit. Het is toch eigenlijk wel fijn dat er gewoon zoiets als social media bestaat. Waarin je dus gewoon jezelf een beetje kan voorbereiden op wat die ongesteldheid precies is. My little sis got her period, so whoopsie, I had to do the period cake. Blue boobies. Done. Little period care package TV. Oh, dat is zo lief. She loved it, yai. Ik ga dit later ook echt zo erg doen wanneer mijn dochter voor de allereerste keer opgesteld wordt. Ja, man. Tell me you're a female without actually telling me you're a female. Ja, I really, really felt this one. Dit is echt het enige wat ik wil doen als ik ongesteld ben. Gewoon dit. Maar ja, dat gaat niet altijd. Je kan niet hele dagen in je bed blijven liggen en helemaal volvreten. Je hebt ook nog verantwoordelijkheden en dingen die je moet doen en dingen die je wel en niet kan doen. Maar ja, dit is wel echt heel herkenbaar. Ja, ja, ja. Oh my god, dit is zo mega frustrerend. Hoe vaak heb je het dan niet dat je echt, bijvoorbeeld als je moet niezen, dat je denkt van okay, we're fucked, we're definitely fucked, ik ben doorgelekt. En je gaat naar de wc en er is gewoon niks aan de hand, gewoon helemaal niks. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik weet dat ik niet de enige ben en jullie weten dat nu dus ook. Vaak maken we ons grotere zorgen dan wat er eigenlijk aan de hand is. Is dat een normale Nederlandse zin? Okay. I'm on my period and I take this. Are you crying? Is she crying? Als dit filmpje echt is, vind ik hem echt heel grappig. Why are you eating a tub of ice cream and crying? Oh, dat is zo schattig. Did you, oh, is that why you're crying? No. Those are her burritos. My bad.
Today is your day, girl. Maybe you need to Did you seriously just cry because I said you had a zit? No. I thought it was ice cream. What she needed to pop a chalky milk. Chalky milk made pain go away. Waarom moet ze ook huilen? Moet ze nou huilen omdat ze had een buisje, maar ze dacht dat het een stukje ijs was? Dat is echt zo herkenbaar. Gewoon dat ze ook een hele bak ijs en een zak chips heeft gekocht. Vaak op TikTok kun je het wel gewoon goed inschatten of iets geacteerd of niet is. Maar volgens mij is dit niet geacteerd. Tenminste, ik hoop niet, want ik vind hem echt wel heel grappig. En ik heb heel erg te doen met haar. You go, girl. Remember that. PMS is no joke, we feel you, sis. Ja, PMS is echt no joke. PMS is dus premenstrual syndrome. En dat houdt dus in dat je voor je ongesteld wordt... gewoon even alles kwijt bent. Het is heel erg warrig in je hoofd. Je voelt je kut. Gewoon alle symptomen die bij ongesteldheid horen. Die komen op dat moment opzetten. Anyway, jongens en meiden. Ik vond het heel leuk om te zien dat heel veel mensen met heel veel dezelfde problemen en dezelfde struggles lopen als het aankomt op ongesteldheid. Zoals ik dus net al zei, PMS is no joke. Ongesteldheid is no joke. En het is oké om af en toe gewoon eventjes je lekker helemaal terug te trekken. En gewoon eventjes weer medelijden met jezelf te hebben. Maar als vrouw zijnde sta je daarna weer gewoon op en kom je drie keer zo hard terug. En dat doe je elke maand weer opnieuw. We got this. Aan alle mensen die ongesteld zijn, ik wil jullie heel veel sterkte wensen. De rest van jullie leven. Fuck. Oh, dat is zo kut om dat altijd te horen. Goed, vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nog eventjes te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Joe!